aanvraag van het parket van Bergen verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op dinsdag 22 oktober 2019, omstreeks 8:50, werd in La Louvière een gewapende overval gepleegd op de Carrefour Express gelegen aan de Place du Souvenir. Twee personen stappen naar de winkel. Eén van hen heeft een fiets bij zich. De eerste verdachte gaat de winkel binnen, haalt een wapen uit zijn broek en richt het naar de bediende en een klant. Intussen blokkeert de tweede dader de deur met het achterwiel van zijn fiets. De overvaller stapt naar de slachtoffers toe en bedreigt de kassierster. Hij gooit een zak en eist de inhoud van de kassa. De klant, die helemaal overstuur is, neemt haar boodschappentas op het ogenblik dat de dader zijn wapen op de toonbank legt om in de kassa te grabbelen. Zonder dat hij het merkt, glijdt zijn wapen langzaam weg. De klant verlaat haastig de winkel en de dader grijpt het geld en zijn tas. Hij neemt zijn wapen en verlaat rustig de winkel. Hij sluit zich aan bij zijn compaan, springt achter op de fiets en vluchten samen weg. De eerste dader is mager. Hij droeg een trainingsbroek met rode lijnen op de zijkant, een donkere sweater met kap en een wit mondmasker. Hij had een zwarte stoffenzak bij zich met een vierkant logo op en een zilverkleurig pistool met een zwarte kolf. Zijn compaan lijkt een smal gezicht te hebben met een uitgesproken neus. Hij is mager. Hij droeg donkere kledij en een lichtgrijze sweater met kap. Hij verplaatst zich met een zwarte mountainbike met voetsteunen achteraan. Herkent u deze twee daders of hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.